Een weetje. Na de oorlog werd besloten om vliegverkeer te stimuleren. Dat zou goed zijn voor de wereldvrede. Al die mensen uit andere culturen die elkaar nu konden ontmoeten. Inmiddels weten we hoe schadelijk al dat gevlieg is. Maar er verandert weinig. Op kerosine zit nog steeds geen belasting. En op vliegtickets zit geen btw. Dus stijgen er ieder uur wereldwijd duizenden vliegtuigen op. In Nederland stapten dit jaar in de maand juni meer dan 7,2 miljoen mensen in en uit het vliegtuig. 7,2 miljoen? Een ticket kost soms maar een tientje. Het milieu betaalt ondertussen de echte prijs.